weet dat ik in mijn lijstje ben, maar ik kan mijn... Ik weet dat ik in mijn lijstje ben, maar ik kan mijn winkel met... Deze is lekker, maar niet heel bijzonder. Dit... Mindblowing. Mindblowing. Alleen al voor de snacks wil ik nu naar Japan toe. Goedemorgen. Het is 11 uur. Ik heb de hele ochtend Shantaram zitten lezen. Ah, het is zo'n spannend boek. En ik ga nu vlogs editen. Want ik denk dat ik in India heel slecht internet heb. Of misschien zelfs wel geen internet. Hou daar rekening mee. Het is vandaag woensdag. Als er morgen geen vlog online staat. Als er vrijdag geen vlog online staat. I just can't. Dit is zo lekker. Het is gewoon bros in cornetto vorm. Maar... ja, ik weet niet. Dit smaakt een beetje naar stracciatella. Het is witte chocola met bruine chocoladestukjes erin. Melkchocolade. Oh, en freaking G. This is life. Wanneer er geen vlog online staat, dan heb ik gewoon geen internet. Ik moet even kijken hoe ik dat ga oplossen als het echt, echt zo slecht is als ik denk dat het is. Als het niet lukt om uitgebreide vlogs te posten, dan doe ik gewoon 1 minuut previews. En dan krijg je in ieder geval een beeld. En dan post ik later de uitgebreide vlogs daarvan. Dus dan los ik het even zo op. Maar ik weet het niet. We gaan het zien. Op internet stond bij de review van mijn homestay stond het dat het goed internet moest zijn. Maar ja, weet je, wat is goed internet in India? Ik ben even een beetje moe. Ik zou het niet zeggen, maar zo'n proefvideo, dat kost, ja, je moet je gewoon best wel goed concentreren. Zodat alles er wel goed op staat, dat je alles een beetje goed uitlegt, lalalala. Dus ik ga nu naar een koffiehuisje of zo. Om gewoon eventjes een theetje te drinken, boekje lezen, even gewoon relaxen. Dit is trouwens mijn straatje. Volgens mij had ik je dat nog niet laten zien. Heel cute. Het is een zijstraatje van een grote straat. En dan heb je hier een restaurant. En daar gaat de auto langs. Hier kan je best wel makkelijk oversteken. En dan heb je hier de hele grote straat. En als je daar oversteekt, dan loop je zo Chinatown in. Maar wij gaan even helemaal daar naar achteren. Kijk, dit is een restaurantje. Met allemaal open dingen waar ik toevallig net langs loop. En hij zit hier allemaal dingen in het riool te gieten. Kijk, dan komt er weer... Oh, en in mijn nek lekt een airco. Denk ik, of iets anders. Ieuw. Komen allemaal druppels op mijn gezicht. Gadver. En dan heb je hier een shawarma tent. Dit is super goedkoop. Het is 1 euro. En met falafel is het nog minder. En dan... Oh, moet je kijken. Je hebt gewoon een soort van Turkse pizza met frietjes. Voor, ja, wat is dit? 60 cent of zo? Weet je, ik laat je volgens mij veel te weinig zien van de omgeving hier. Want dat vind ik zelf altijd wel het allerleukste om te zien in vlogs van andere mensen. Dus ja, we lopen samen eventjes naar het koffietentje. En dan kan je ook echt hopelijk een klein beetje ervaren hoe het is om hier te lopen. We gaan hier de loopbrug op. Dat is heel chill. Daar ben ik pas later achter gekomen. Dan hoef je de straat niet over te steken. Maar je loopt hier gewoon naar boven. En dan kan je veilig oversteken. En dan kijk je zo uit op de straat. Je ziet hier trouwens zo ontzettend veel mensen op straat. Ook 's avonds slapen er ook echt mega veel mensen buiten. Oh, het loopt verkeerd trouwens. Dit was een Britse kolonie, dus we moeten aan de linkerkant lopen. Nee, het verbaast me echt hoeveel mensen op straat slapen hier. Dat ben ik absoluut niet gewend in Aziatische steden. Tenminste, de steden waar ik tot nu toe ben geweest. En dan gaan we hier weer naar beneden en dan ben je aan de overkant. Kijk, daarboven zie je de metro ook weer. En wij gaan zo meteen hier de hoek om. Even kijken hoor, dit is de Watsons. Dan gaan we daar de hoek om. Is dat de Watsons? Ja, daar is de Watsons. Hier of zo. Dus dan gaan we hier in. Jalan Sultan. Hier of zo. En dan als je hier in gaat, zo meteen de straat in, dan is daar Chinatown. Ja, hier is dus Chinatown. Oh. Dan kan je shoppen voor kleding en dingen en ook gewoon heel veel restaurantjes. En aan deze kant zijn ook nog steeds heel veel restaurantjes. En nu moet ik zo meteen goed gaan opletten, want de ingang van het koffietentje is vrij verborgen. Ja, kijk, hier is het. Ik had het bijna gemist. Het is echt zo'n sneaky deurtje. En dan moet je daar naar boven. Het lijkt alsof je echt een of andere weirde tent ingaat. Maar het is gewoon een heel schattig koffietentje. Oké, dan zijn we er hier. Een grote open ruimte waar niks is. Ik snap niet waarom, maar oké. En dan zijn we bij de koffietent.
Oeh, ik wil daar zitten. Kijk, dit is het. Even een tentje bestellen. Chinese gelukskatjes, vet cute. En dan gaan we hier achter chillen. Ja, yeah, mijn theetje is er. Ik heb rozenbottel thee genomen. Dat is van die roze thee. Het is ongeveer 7 uur en ik heb vet honger. We gaan naar een Indian restaurant waar ik vorige keer ook was geweest. Maar toen was ik toch weer bij een ander restaurant beland. Ik heb nu al zin om daar te eten. En we zijn nu dus... Oh, wacht. Ik ga even laten zien. We lopen nu verder. Kijk, daarboven is de metro. Dat zie je nu ook. En dan gaan we daar, zie je het, over de voetgangersbrug naar de overkant. Dat is net even iets stiller dan hier, al die gekke grote straten oversteken. Het kan wel, maar het is niet zo heel relaxed. Kijk, we gaan hier omhoog. Zo. En dan gaan we over al die auto's heen. Super chill. Mooi uitzicht ook hoor. Mooie foto zo met die vrouw. Kijk. Het is spitsuur hier trouwens. Verbaas me dat er niet meer files staan. Oh, kijk, aan deze kant staat het helemaal vast. En dan gaan we hier naar beneden. Zo. En hier is een busstation, dus er zitten heel veel mensen te wachten op de bus. Ik had achter die man aan moeten gaan. Nu is er bijna geen doorkomen aan het wachten. Als die vrouw gaat lopen, dan gaan wij ook lopen. Gaat ze. Hier is gewoon geen doorkomen aan, joh. Er zijn geen stoplichten, de auto's stoppen niet. Ook niet als je gaat lopen, trust me. Ze rijden je gewoon aan. Dit is echt heel anders dan bijvoorbeeld Indonesië of zo. Oh, zij gaat lopen. Ja, dan gaan wij ook lopen. Wee. OMG. Oké, mensen. Oké. Nog een meisje dat naast me loopt, hier zo. Dan kan het wel. Kijk, deze man zit hier ook gewoon te chillen, krantje te lezen. Ja, yeah, we zijn in de Indiase straat. Ja, yeah, dit is het restaurant waar we naartoe gaan. Yo, het water loopt me echt in de mond. Als ik deze gerechten zie, dit is ook paneer. Het zijn van die balletjes die je met linzen moet vullen. Ja, ik denk dat ik clean eating eventjes voor 2 maanden ga opsorten als ik in India ben. I can't handle it. Butter masala paneer. Oh, OMG, kijk nou hoe lekker dit eruit zit met al die jus en... Oh, te lekker. Dit, ik weet niet wat dit is. Ik moet nog de dal fry krijgen en de butter naan. Heb ik ook nog. Oh, ik ga zo smullen. Ik heb dit letterlijk nog nooit in mijn leven meegemaakt. Ik had te weinig geld bij me. Echt 85 cent of zo, maar ik vind het zo schandalig, want het eten was zo lekker en ik wou het echt een fooi geven. Echt schandalig. En de reden waarom ik net tekort kwam is omdat ik een monnik op straat tegenkwam. En ik had hem net een eentje gegeven en toen gaf hij me dit armbandje. En nu had ik net te weinig. Ik ga morgen even terug om extra 5 te geven of zo. Ik vind het zo erg. Ik weet dat het niet erg is, maar ik vind gewoon echt... Dit is me nog nooit in mijn leven overkomen. Nee. Het positieve is wel dat die man super lief reageerde. Hij zei, nee, maakt niet uit. Ga maar gewoon, het is oké. Ik schaam me echt rot. Hey, het is 3 uur. Ik heb los zitten werken. Ik heb gebeld met de foefjes en met Stefan zoet gekeken. Ik heb echt dat gevoel, weet je wel, wanneer je in een achtbaan zit en je gaat net bijna over dat randje. Ik vind het zo ontiegelijk spannend. We gaan eindelijk naar India. Als je mee wil, abonneer je dan als je dat nog niet hebt gedaan. En als je dat wel hebt gedaan, dan zie ik je morgen weer. Welterusten.